Anke Bunkings, TMF, de plek waar het voor jou allemaal begonnen is. Klopt, ik heb deelgenomen aan Rate VJ, dat was toen een talentenjacht, om een nieuwe VJ te vinden. En dat was in 2004. Ik zat toen nog in mijn laatste jaar journalistiek. Ik wou super graag voor TMF werken, dat was mijn droomjob. En ja, heel blij dat ik mocht beginnen. Hè. Ik dacht, mijn leven is nu al geslaagd. Hoe was die tijd voor jou? Wat zijn zo van die anekdotes die jij je nog herinnert? Goh, ik vond dat een fijne periode om in de media te werken, om te beginnen, om het vak te leren, omdat er was nog geen sociale media. Afzeik gebeuren, dat was er totaal niet. Je mocht fouten maken en je werd daar niet voor afgestraft. En dat vond ik heel fijn, want ik heb ooit... Oh, ik heb kemels geslagen. Ik heb ooit 1 april moppen verteld als heel serieus, die ik dan had gehoord op Studio Brussel. En als een heel serieus verteld in mijn programma, dat ik dacht, oh nee, als in tijden van nu zou je daar echt voor afgeslacht worden op Twitter. Dat is allemaal niet gebeurd. Maar we hebben ook hele fijne feestjes meegemaakt achter de schermen. Die TMF Awards, ja, dat was het hoogtepunt van het jaar. We hebben ook altijd hele toffe teambuildings gedaan. Zo 3 dagen naar zo'n luxe hotel in Turkije. Ik was nog nooit in zo'n vet hotel geweest. Dus het was een zeer fijne tijd voor en achter de schermen, absoluut. Ja, ik hoor het eigenlijk een beetje van iedereen. Ik hoor ook zeggen, ja, het is een tijd die... Het komt niet meer terug en het zal ook waarschijnlijk nooit meer gaan gebeuren. Er is veel veranderd, hè, in die x-aantal jaar tijd. Ja, absoluut. Ik zeg het nogmaals, die sociale media, ik vond dat heerlijk dat die nog niet bestond. En echt waar, dat klinkt nu verschrikkelijk oud, maar ik zou zo graag terug willen naar een tijd zonder internet, zonder gsm. Gewoon echt chill, oldschool, televisie. Analoog. Ik ben heel snel overprikkeld en we leven echt in overprikkelde tijden. Dus ik vond het wel heel aangenaam vroeger van televisie op en ook gekeken wat er op was, punt aan de lijn. En vooral zo niet dat constant aanwezig moeten zijn op sociale media. Want ik werk nog altijd super graag in de media. Maar ook het feit dat je zo en aanwezig moet zijn op Instagram en Facebook. En ja, moet laten zien dat je er bent. Ik vind dat wel veel. Allee, voor mij hoeft dat niet. Maar je moet het doen om mee te mogen spelen aan het spelletje. Dus voor jou mag er eigenlijk wel meer zo een TMF-dag zijn waar alles nog eens is zoals het was. Alleen de TMF-chat. Alleen dat. En zo gemodereerd, dat het netjes blijft. Hè? Maar voor de rest niks. Zo geen Instagram, waar mensen dan kunnen commentaar geven op hoe je eruit ziet. Of ze is weer bijgekomen. Of oh, en kijk wat die kleren aan heeft. En zo dat afzeiken, zo dat helemaal terzijde. Lijkt me heerlijk.